Het Diaconijzenhuis Suriname heeft in het kader van de viering van zijn 60-jarig bestaan op 30 november vanmorgen een gezondheidsbeurs gehouden. Het thema is Your Health, Our Priority. De eendaagse beurs was bedoeld om de samenleving nader kennis te laten maken met de verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Behalve het nader kennis maken met de verschillende afdelingen, kon de bezoeker ook meer te weten komen over andere organisaties die in de gezondheidszorg werken, zegt Edward van Eer, medisch directeur van het Diaconessenhuis. Hij gaat verder in op het thema van de beurs. De slogan is Your Health Our Priority. Is zeer toepasselijk. Echter begrijpt u dit niet verkeerd. Uw gezondheid is niet onze verantwoordelijkheid. Dat blijft natuurlijk altijd uw eigen verantwoordelijkheid. Of de verantwoordelijkheid van de ouders wanneer het over kinderen, over kleintjes gaat. Het Diaconessenhuis stelt het wel als zijn hoogste prioriteit om u daarin te ondersteunen. En het lijkt inderdaad erop dat de tijd van ondersteuning binnen de gezondheidszorg nu in Suriname voorbij is vanwege hoge kosten. Wat wij vergeten is dat de goedkoopste manier van gezondheidszorg is zorgen voor je gezondheid. De goedkoopste manier van gezondheidszorg is preventie. Van Eer zegt verder dat we vaak vergeten dat preventie de goedkoopste, makkelijkste en het meest efficiënte onderdeel van de gezondheidszorg is. Deze werkwijze mag niet uit het oog verloren worden, meent hij. De medisch directeur onderstreept dat het onmogelijk is om iedereen tevreden te stellen wanneer het om ingewikkelde, dure medische handelingen gaat. Het jammerlijke hiervan is dat gezondheidswerkers nu enorm veel wordt verweten. Zelfde groep gezondheidswerkers, wij, die iets langer dan een jaar geleden de hemel werden ingeprezen voor de bijdrage en ondersteuning bij COVID, diezelfde mensen, wij worden op dit moment verguisd. Van allerlei dingen worden we beschuldigd. Ondanks die kritiek blijven echte gezondheidswerkers die bijdrage en ondersteuning bieden aan de vragende mens. Dit omdat gezondheidswerkers als zodanig geboren zijn. Ze zien het beroep als een roeping. En we vinden voldoening in het anderen kunnen helpen. Gezondheidswerkers hebben het hart op de juiste plaats. Het 60-jarig bestaan van het Diaconessenhuis wordt op 30 november herdacht.